Bij ons in Gent is de grootste cluster van biomassa-bedrijven van heel Europa gevestigd. Ze werken er aan een op bio gebaseerde economie. Want wat je met petroleum kan, kan je ook met biomassa. Hier op deze locatie in de Gentse kanaalzone hebben we een mooi contrast tussen enerzijds het verleden van biologische brandstoffen, met ook eetbare planten die verwerkt worden tot brandstof, terwijl aan de andere kant gewerkt wordt aan de toekomst aan tweede generatie biologische brandstoffen, waarin vooral afvalproducten van planten gebruikt worden om brandstof te maken. De BioBase Europilot Plant is een pilootfabriek die experimenteert met nieuwe, veelbelovende biomassa van de tweede generatie. Er liggen bergen houtsnippers en maïsstro. Voor ons land geloven de wetenschappers in één specifieke afvalstroom, namelijk oud papier. Professor, een hoop oud papier, maar voor jullie is dat een waardevolle grondstof. Ja, oud papier is inderdaad een waardevolle grondstof. Je kan het recycleren naar gerecycleerd papier, maar je kan het ook vloeibaar maken tot een suikerstroop. En uit die suikerstroop kun je dan een biobrandstof of een bioplastic of een ander biomateriaal gaan produceren. En is er genoeg papier? Het is zo dat wij kampioen zijn in zaken papierrecyclage en wij hebben dus eigenlijk een overschot aan oud papier. Grotendeels wordt dat geëxporteerd naar China. China gebruikt het opnieuw om papier te maken en dan komt dat allemaal in de vorm van kartonnen dozen met computers en van alles weer terug naar hier. En zo draait de wereld rond. Maar het zou dus eigenlijk beter hier blijven? Maar dat zou efficiënter zijn, ja. Wat zou de bijdrage kunnen zijn van oud papier in de nieuwe economie? We hebben het uitgerekend uit de hoeveelheid papier die vandaag dus eigenlijk in overschot is en geëxporteerd wordt naar China. Zou je toch van de grote orde van 5% van alle brandstof in België kunnen produceren. Dat is misschien maar 5%, maar dat voldoet om aan onze Europese verplichtingen te voldoen. En als je dan nog maïsstro en andere biomassa grondstromen erbij rekent, dan kom je toch op tientallen procenten van ons brandstofverbruik die zou kunnen worden geproduceerd uitgaande van biomassa. Het ziet er echt uit als het papier-mâché van koningsdochter Delphine Boel. Maar interessanter. Het ruikt beter. Het rendement dat je haalt uit 1 kilogram oud papier is vrij hoog. Je kan er toch meer dan 1,5 kilometer met een Porsche mee rijden. Papier scoort op suikergehalte aanzienlijk beter dan maïsstro, waarmee men 600 meter kan rijden. Op 1 kilogram zuivere maïs kan je wel bijna 3 kilometer rijden, maar deze biomassa concurreert met de voeding. Hier zijn we in ons fermentatielaboratorium. Hier groeien micro-organismen op de suikers die we geproduceerd hebben uit oud papier. En in dit geval zijn het dus gisten. En die gisten zetten de suikers om naar bioethanol in dit geval. En zijn dat altijd gisten die jullie gebruiken in dit proces? Nee, dus wij gebruiken micro-organismen als echte werkpaardjes. Dat zijn eigenlijk de micro-organismen die het werk doen. In dit geval zijn het gisten, omdat we mikken op bioethanol, maar we kunnen net zo goed een ander micro-organisme, bijvoorbeeld bepaalde bacteriën, gaan gebruiken die diezelfde suikers uit dat oud papier gaan omzetten naar iets helemaal anders. En dat kan bijvoorbeeld een bioplastic zijn. Hier zie je dus de korrels van bioplastic. Dat kan een biodetergent zijn. Allerlei biogebaseerde producten kunnen gemaakt worden door die micro-organismen. En de keuze van het micro-organisme bepaalt wat wij maken. Dus het geniale van het verhaal is een verstandige keuze van de werkpaardjes. Ja, dus die werkpaardjes, en we hebben hele collecties, zijn de eigenlijke werknemers die die suikers omzetten in wat we maar willen. En omdat de belangrijkste werknemers van professor Soetaert niet tegen giftige stoffen kunnen, want dan gaan ze dood, is de veiligheid van het productieproces eigenlijk gegarandeerd. Toch fantastisch dat die micro-organismen hetzelfde kunnen als onze petrochemie, maar veel efficiënter en milieuvriendelijker. Wereldwijd staat deze pilootfabriek in Gent het verst in het vinden en opschalen van processen met nieuwe biomassa. De bio-shampoos en bioplastics van morgen worden hier ook al op grotere schaal gemaakt. En dat is toegevoegde waarde. Als het proces in het laboratorium blijft, dan is het resultaat voor de maatschappij nul. Je moet ervoor zorgen dat innovaties die ontwikkeld zijn op laboratoriumschaal kunnen doorgroeien tot de industriële productieschaal. En dat is eigenlijk onze missie. Hoe ziet zo'n eindproduct
van zo'n industrieel processor dan uit? Hangt uiteraard van het product af, maar in het geval van bioethanol uit oud papier ziet het product er zo uit. Je ziet, het is iets helemaal anders geworden, dankzij die micro-organismen. En die is bioethanol, die kan gemengd worden met gewone benzine en dan gebruikt worden in een benzineauto. Dank u wel en succes met het werk. Ja, tot ziens. Biomassa van de tweede generatie, zonnepanelen, windmolens, centrale en decentrale netwerken zullen ervoor zorgen dat ons energielandschap er in de toekomst helemaal anders zal uitzien.